De Hooigracht in Leiden. Een van de straten waar de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht wordt gemeten. Het onderzoek gaat een jaar duren, maar dat maakt de bewoners niet uit. Ze zijn vooral blij dat er na jaren eindelijk duidelijkheid lijkt te komen over de luchtkwaliteit. En we zijn heel blij dat de gemeente erin toegestemd heeft om dat nu te gaan doen. In 2010 is naar aanleiding van berekeningen van de gemeente al vastgesteld dat de luchtkwaliteit niet goed is. Maar in 2012 lijkt er volgens nieuwe berekeningen niets meer aan de hand te zijn. De buurt vraagt zich af of dat wel klopt. En dit jaar komen er waarschijnlijk meer bussen over de Hooigracht, want die moeten weg uit de Breestraat. En dus zijn de bewoners bezorgd. Wij vinden dat een mooie Breestraat, daar hebben we alle begrip voor. Hè, dat je een mooie winkelstraat wil hebben, prima. Maar wij vinden de gezondheid van burgers belangrijker dan een aantrekkelijke winkelstraat. Een gebied waar de gemeente zelf geen metingen gaat doen is de Schipholweg. Onterecht volgens Milieudefensie. En daarom doen ze het zelf maar. De gemeente vindt de situatie van de tunnel oké. Het voldoet aan de eisen voor de luchtkwaliteit. Maar volgens ons is dat niet zo en daarom gaan wij meten. Meten is weten. De gemeente heeft al aangekondigd dat ze pas maatregelen neemt als het onderzoek klaar is. Het wachten daarop duurt dus nog zeker een jaar.